Eerste wedstrijd van het nieuwe jaar voor hoofdklasser Flevo Boys uit Emmeloord. Gistermiddag op bezoek bij ACV uit Assen. En de thuisploeg komt hier na 10 minuten op voorsprong. Dankzij deze fraaie treffer van Justin Mulder. Mulder krijgt tijd en ruimte om aan te leggen. Raakt die bal lekker. En Rodney Rozink moet het antwoord schuldig blijven. 3 minuten later, aanval Flevo Boys. Johan Teams wordt in stelling gebracht. En die rond dat erg bekwaam af. En de snelle gelijkmaker is een feit. Teams oog in oog met Morten Otto. Met een fijn chipje weet hij de doelman te verschalken. En dus weer 1-1. Vlak voor rust duikt Marco van der Heijden op in de defensie van Flevo Boys. Hij is gretiger en scoort op fraaie wijze. Oudspeler van Cambuur en van Flevo Boys notabene. Prima aanname. En de afronding mag er ook zijn. Maar wat laten die Emmeloordse verdedigers zich daar simpel aftroeven. Bij rust dus 2-1 in Assen. In de tweede helft zou ACV na 10 minuten de marge naar 2 tillen. Matthijs Hardijk wordt weggestuurd door Justin Mulder. En mag vervolgens de verre hoek zoeken bij Rodney Rozink. En de 3 tegen 1. Hardijk blijft kalm oog in oog met Rozink. En dus de 3 tegen 1. Toch zou Flevo Boys veerkracht tonen. Johan Teams is daar feller. En dan scoort hij zijn tweede van de middag. En de hoop terug bij de Emmeloorders. Teams is daar fel en attent. Hij weet de bal opnieuw langs doelman Otto te prikken. Trainer Kevin Waalderbos gelooft dan weer in een puntje. Maar ACV zou uiteindelijk de wedstrijd naar zich toe trekken. De voorzet is van Marco van der Heijden. En de uiteindelijke 4-2 komt op naam van Esra Schrijver. Flevo Boys begint 2020 met een nederlaag. De Emmeloorders staan nu op de 13e plaats en dus in de gevarenzone.